We zijn in de brandweerkazerne en het ziet er volgens mij een beetje anders uit dan anders. Wat gaat hier allemaal gebeuren vanavond? Het ziet er heel anders uit dan normaal. Wij gaan voor Duchenne Heroes een pubquiz doen vanavond. Wat leuk. En dat doe je natuurlijk met een speciale reden, volgens mij, om geld in te zamelen. Waarom is dat zo belangrijk en wat houdt Duchenne precies in? Duchenne is een spierziekte, een progressieve spierziekte. Wat inhoudt dat het alleen maar slechter wordt met jongens die Duchenne hebben. En voor Duchenne is nog steeds geen medicijn of goede behandelmethode. En daar is onderzoek voor nodig. En dat onderzoek kost een hoop geld. En door de Duchenne Heroes te gaan fietsen proberen wij ons steentje bij te dragen om geld in te zamelen. En je zegt Duchenne Heroes fietsen, wat houdt dat in? Kun je dat uitleggen? Ja, de Duchenne Heroes is een mountainbike toch? Die fietst door vier landen heen. Dit jaar starten we in België, gaan we door Duitsland, Luxemburg terug naar Nederland. Een tocht van 700 kilometer. Marcel, volgens mij ben jij de organisator vanavond van deze pubquiz. Nee, we hebben hem gezamenlijk georganiseerd, maar ik heb het idee geopperd. Ja, maar volgens mij heb jij wel de nodige voorbereiding getroffen. Zeker. Ik ben een dag of drie bezig geweest om 100 vragen te verzinnen. We hebben 10 categorieën. En ja, dat doen we via een PowerPoint-presentatie. Ja, en ik ben gewoon heel benieuwd hoe het gaat vallen. Als het leuk valt, dan gaan we nog een paar keer organiseren. Waarom doen jullie eigenlijk mee hieraan? Ja, we doen eigenlijk alles om Duchenne te sponsoren. En elk goed doel dat steunen we, vooral Duchenne. Want waarom is dat zo belangrijk? Ja, mijn beste vriendinnetje, haar broertje, die heeft het. Dus doe eigenlijk alles om haar te helpen. Help jij misschien ook een beetje mee? Ja, zeker. Ik ga voor de tweede keer dit jaar het Hollandse Avond geven in de Azetot. Dus ja. En wat houdt dat in? Nou, dat is eigenlijk een benefietconcert. Omdat de meeste mannen wel van Nederlandse muziek houden, hebben we Nederlandse artiesten geregeld. En eigenlijk alle opbrengsten voor entree en een deel van de drankjes gaat ook naar de Vliegende Herten. Dat weet ik uit betrouwbare bron dat dit de tweede keer is. Hoe is dat de vorige keer afgelopen met jullie? Wat hebben jullie bijvoorbeeld vorig jaar ingezameld en wat is nu het plan? Wij hebben vorig jaar met 9 fietsers bijna 36.000 euro bij elkaar gefietst. Dit jaar gaan we met z'n vijven. Dan moeten we minimaal 12.500 euro bij elkaar fietsen. Maar we hopen natuurlijk de 36.000 van verleden jaar te gaan overtreffen. Ondanks dat we met minder gaan. En wat hebben jullie nog meer in petto dit jaar voor Vleuten, de Meren en Leidse Rijn? Dit jaar gaan we, we gaan wederom auto's wassen. Dat is goed bevallen vorig jaar, iedere laatste zaterdag van de maand. Azetot, feest in de Azetot gaan we weer doen. Pubquiz, zoals gezegd, willen we eigenlijk herhalen, willen we vaker doen. En we zijn bezig om samen met Jonico een fietspuzzeltocht op te zetten. Voor een familiefietspuzzeltocht. Daar zijn we mee bezig. Die gaat er komen, weten we nog geen datum van. Ja, en voor de rest proberen we zoveel mogelijk sponsors binnen te trekken op allerlei manieren. Kom. Zoveel activiteiten. Hebben jullie nog wel tijd om brandjes te blussen? Ja, er gebeurt niet heel veel. Kijk, op het moment dat het mooiste zou zijn als die vanavond zou gaan de piepen. Dan wordt het hier in één keer heel erg, worden mensen nerveus. Maar nee, ik denk dat het wel goed komt. En wie kunnen nou eigenlijk allemaal sponsoren? In principe kan iedereen sponsoren. Verleden jaar hebben heel veel mensen hier uit de buurt en vooral uit de Meren. Die hebben heel veel enthousiast met onze acties meegedaan. Ze zijn ook heel spontaan naar ons toegekomen van hoe kunnen we jullie sponsoren. En met hoeveel kunnen we jullie sponsoren. Nou, je kan ons met in principe vanaf een euro tot zoveel je wil, kan je ons sponsoren. Op duchenneheroes.nl en dan zoek je Vliegende Hert op. Mm-hmm. En dan kan je ons sponsoren. Ja.